Hey, leuk dat je kijkt naar Fem. Vandaag een video over wat wij als vrouwen kunnen leren van de man. Want Fem is natuurlijk een vrouwenkanaal. En het leek me wel eens leuk om daarop in te zoomen. Omdat ik merk dat ik het zelf heel fijn vind om te werken met mannen. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Dus hier komen 5 dingen die wij kunnen leren van de man. Mannen kunnen veel beter bluffen dan vrouwen. Vrouwen die willen juist heel erg eerlijk zijn ten opzichte van onszelf, hè, van ons gevoel en ten opzichte van een ander. Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, dan neemt een vrouw pas een baan aan op het moment dat ze zeker weet, ik kan dit voor 90% of 95% kan ik deze taken aan. Terwijl een man soms maar voor 40% weet dat hij het kan. Maar hij denkt gewoon, nieuwe uitdaging, ik ga hiervoor, ik ga het regelen. En doordat vrouwen zich dus onderschatten en minder van hun kwaliteiten spreken tijdens zo'n gesprek, is het vaak zo dat de man er dan vandoor gaat met de baan. En als je veel samenwerkt met mannen, dan zal je ook merken dat zij veel sneller zeggen tegen hun collega's, ik ga je daarbij helpen of ik heb dit wel eens eerder gedaan. Dat is niet om op te scheppen, maar dat is gewoon om hun kwaliteiten eigenlijk te laten zien en omdat ze jou waarschijnlijk willen helpen. Terwijl vrouwen eerder zullen wachten tot het moment dat ze worden gevraagd of ze gaan ervan uit dat hun collega's toch wel weten wat hun kwaliteiten zijn. Hierdoor krijgen mannen over het algemeen eerder promotie dan vrouwen. Dus de conclusie is, neem wat meer risico, heb wat meer lef en vertel gewoon wat je allemaal kan. Want we kunnen het allemaal best. Mannen zijn veel directer dan vrouwen en ze trekken zich ook minder aan van wat anderen vinden. Terwijl vrouwen graag iedereen te vriend willen houden. We willen natuurlijk heel aardig gevonden worden, niemand kwetsen. En daardoor slikken we onze woorden wel eens in. Mannen zijn wat meer in your face en vrouwen meer behind your back. Als je bijvoorbeeld op je werk bent en je hebt een voorstel, die laat je zien aan je mannelijke collega en hij vindt het niks, dan zal hij dat ook gewoon eigenlijk meteen eerlijk zeggen. En misschien dat hij er zelfs om lacht, weet je. En wij vrouwen gaan dat allemaal met een hele grote omweg doen, want we willen diegene niet kwetsen, want die heeft misschien wel heel hard haar best gedaan. Oké, even een andere situatie. Je bent uit met je beste vriendin en jij hebt een oogje op iemand. Maar op een gegeven moment zie je dat zij er vandoor gaat met hem. Wat doe je? Je zegt niks. Je doet alsof er niks aan de hand is. Je negeert haar. Je doet bot, maar je zegt nog steeds niks. En vervolgens scheld je haar de huid vol, maar dan vooral wel achter haar rug om tegen andere vriendinnen. Wat doet de man? Hij loopt naar zijn vriend toe en hij zegt, wat flik je me nou? En nou ja, opgelost eigenlijk. Dan kunnen ze erover praten en dan is het alweer de wereld uit. Dus mannen zijn er gewoon veel sneller in. Het is oké om niet heel bot te zijn, denk ik. En het is goed dat we rekening houden met andermans gevoelens. Maar misschien mogen we soms best wel wat directer zijn om wat minder over ons heen te laten lopen. Mannen zijn beter in loslaten. Denk maar eens aan de laatste keer dat je ruzie had met een man. Als die ruzie eenmaal over is, dan is hij het ook echt vergeten en is het wat hem betreft opgelost. En hij kan direct met jou de kroeg in of gaan sporten, gewoon iets leuks gaan doen. Terwijl wij vrouwen veel vaker nog blijven hangen in ons hoofd van, heb ik nou wel alles gezegd wat ik wilde zeggen? Is dit wel de goede oplossing? Oh shit, ik had dat er ook nog bij willen zeggen. Ik denk dat wij mogen leren om af en toe nog wat meer een punt te zetten na een ruzie of na een discussie, zodat we het ook echt los kunnen laten. Gewoon lekker die oude koeien in de sloot. De vierde reden, hou wat vaker je mond. Ja, deze is voor mij vooral ook heel handig, want ik lul echt 5 kwartier in een uur. Maar vrouwen die praten nou eenmaal veel meer dan mannen, wel bijna 3 keer zoveel. En voor ons is praten een hele belangrijke uitlaatklep voor emoties. Dus we willen ook niet per se een oplossing, we willen gewoon het van ons afpraten. Maar ja, als je veel praat, dan betekent dat ook dat je minder observeert en dat je minder goed luistert. En dat is juist soms heel erg belangrijk, zeker in werksituaties. Want als wij stress hebben, vooral als we in een groep met vrouwen zijn, wat gaan we dan doen? Dan gaan we onwijs van ons af babbelen. Gaat het hier wel goed? Waar moet die heen? Waar zullen we dat naartoe zetten? Moeten we dit nog opruimen? Weet je, alles wordt maar besproken. Soms kan het in zo'n situatie ook gewoon handig zijn om eerst even stil te zijn, na te denken over wat je eigenlijk wil gaan zeggen en dan je mening te verkondigen. Dan komt dat er ook een stuk krachtiger uit en heb je eerder de kans dat mensen jou ook willen volgen. Nou, ik ga in ieder geval proberen een stuk minder te praten. Oké, en de laatste, nummer 5. Mannen, die zijn veel vaker in het moment. Je zit op een terras met je vriend of met een andere man. En jullie bestellen een lekker drankje, je hebt een lekker zonnetje op je hoofd en jullie zitten daar gewoon lekker. En op een gegeven moment dwalen jouw gedachten een beetje af. Je denkt heel eventjes aan wat je vanavond nog aan wilt trekken, wat je gaat koken, wat je morgen nog moet doen, dat je die ene vriendin natuurlijk nog even moet bellen. En je kijkt zo eens naast je en verrek, die kerel die zit gewoon heerlijk te genieten van zijn biertje. Oh ja, zo kan dat ook.
Niet alleen maar in je hoofd. Mannen denken gewoon veel vaker aan niks. Daar zouden we toch wel wat van kunnen leren, toch? Ken je nou iemand die ook de oren van je kop af lult en maar blijft kakelen? Of juist een vriendin die wel wat meer zou mogen bluffen en wat meer voor zichzelf zou mogen staan? Deel dan deze video met haar. Doeg!